De Nederlandse Vereniging Gemeenten is op een oriëntatiebezoek bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. Partijen willen de samenwerking die de afgelopen 12 jaar stil heeft gelegen weer oppakken. De delegatie bestaat uit Martijn Beks en Irene ten Tier, beleidsmedewerkers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Beks zegt dat er in het verleden reeds is samengewerkt met het ministerie. Nu zal getracht worden weer op gemeenschappelijke basis te werken. Uiteindelijk is er één gezamenlijk doel. De districten en ook Nederlandse gemeenten proberen ervoor te zorgen dat hun inwoners het zo goed mogelijk hebben. Dus dat de omstandigheden om te leven en te werken en veiligheid te hebben, dat die gelijk zijn. Dus dat is de gezamenlijke doel van gemeenten en van districten. We hebben natuurlijk verschillende taken en bevoegdheden. Daar verschillen gemeenten van met de Surinaamse districten. Maar er zijn ook taken en bevoegdheden die overeenkomen. En dus daar gaan we kijken van wat we daar samen kunnen doen. Volgens Maverick Bouyoukou, directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, zal bekeken worden hoe er samengewerkt kan worden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En er zijn verschillende mogelijkheden van samenwerken. In onze gedachten willen we samenwerken op het gebied van het versterken van onze lokale overheid, dus die verschillende districten, districtscommissarissen, onze bestuursdienst. En het eigenlijk het kijken hoe we de decentralisatiegedachte weer verder kunnen ontwikkelen in Suriname. Veel dingen zal VNG ons niet kunnen helpen, want kijk, je moet je eigen huiswerk maken. Maar ze zouden ons wel kunnen helpen met het versterken van onze capaciteit op bepaalde gebieden. Bijvoorbeeld op een commissariat hebben we bijvoorbeeld een afdeling MGD, Milieu en Gezondheidsdienst. En ze zouden ons misschien daarbij kunnen helpen, maar ervoor zorgen dat een Suriname zodanig gedecentraliseerd wordt dat bijvoorbeeld de mensen die niet helemaal naar Paramaribo moeten komen. Dat zijn aangelegenheden die eigenlijk op onze bord ligt. De regering, de overheid, Surinaamse overheid. De delegatie zal ook enkele districten bezoeken voor een betere oriëntatie. En ze vertrekken aan het eind van de week terug naar Nederland.